Vrouwen shoppen graag, dat weten we. Maar mannen, dat is een ander paar mouwen. Daarom hebben ze er in Sint-Truiden iets op gevonden, de Men City Day. Waarbij mannen naar de Grote Markt kunnen komen, een pintje bier kunnen drinken in aanwezigheid van 10 blonde babes. En de vrouwen dus kunnen gaan shoppen. En wie vinden we hier als allereerst in Sint-Truiden? Dag Hanne. En dat is zo jouw nieuwe specialiteit, biertappen? Ja, echt waar. Ik doe dat keigoed, vind ik. Allee, want hier staat zo'n streepje. Ja. En tot daar mag dan... Allee, zo mag het schuim zijn. Check, hè. Had je er al ervaring mee? Nee, ik heb dat dus net geleerd van meneer. En hij zegt ook dat ik dat goed doe, ofwel durft hem niet anders. En dat dat daar zo'n beetje over gaat, dat mag. Ja, ja, dat moet, hè. Ah, dat moet. Dat moet, hè. Allee, ik denk dat dat moet, hè. Kijk. Check. She's the best. Echt waar, ik moet gewoon café beginnen. Zeg Cynthia, je hebt het hier wel druk, hè? Tjik-tjak, vol een bak in mijn kraam hier. Is dat al de hele tijd zo? Oh ja, ik heb hier nog geen minuut stilgezeten. Welk bier presenteer jij? Ik Wilderen, heel leuke brouwerij. Wacht even, hè, kom. Een heel drukke, mooie brouwerij in Wilderen, hier bij Sint-Truiden. Dat is heel, zeker de moeite om eens naartoe te gaan. Heel mooi gerestaureerd. Heel lekker bier ook. Ook kriek voor de vrouwen, dus het is wel aan te raden. Maar jij dacht er zo op een luie zondag op het gemakske. Ik ga wel op een foto moeten staan, maar niks ook niet. Travakken is het hier. Zeg Anne, hier is zoveel volk en ook heel veel mannen. Is dat nu omwille van dat lekkere bier of omwille van de ja, lekkere babes? Ja, het is echt kei veel mannen. Maar ja, mensen die deden, daar komen mannen op af zeker. Hè? Die denken dan waarschijnlijk dat ze bier en tetten te zien krijgen, zeker niet. Terwijl ze eigenlijk moeten gaan shoppen. De winkels zijn open, hè? Maar dat is ideaal. De vrouwen zijn waarschijnlijk aan het winkelen en die mannen blijven hier dan aan de toog staan. Dat is ideaal, hè? Ja. Vind je het een goed idee dat mannen op zondag kunnen gaan shoppen? Maar die gaan dat dus waarschijnlijk niet doen. Die geraken zelfs niet meer in die winkel. Nee, maar daar draait het hem ook niet om. Ik denk het idee dat je een Men's City Day organiseert, hè, bier, daar komen mannen op af. Dan gaan die mannen een keer buiten komen en dan kunnen die vrouwen gaan winkelen. En dan zijn die mannen ook content. Want als je dat gewoon een City Day noemt, die mannen die willen dat niet mee. En dan kunnen die vrouwen ook niet weg. Dus eigenlijk is dit een beetje een Ladies Night of een Ladies Day. Maar is dat gewoon Men's Day genoemd om die mannen mee te krijgen. Niet? Of om ze zat te krijgen zodat ze een bankkaart over een uurtje gewoon afgeven. Voilà, dat is eigenlijk een verborgen Ladies Day. Ga je zelf nog een beetje shoppen? Je brengt mij op ideeën. Schoon winkel, Zero. Is dat echt? Ik ben eens gaan rondkijken, maar zelfs ga ik er recht aan beginnen. I don't think I want to know. Allee, ik laat je werken. Maak die mannen hier niet te zot, hè. Hallo, 3 pintjes, ja. Allee, hop. Hallo. Goedemiddag. Het is al heel gezellig op de Grote Markt, maar ik dacht, Men's City Day, vrouwen mogen ook shoppen dan op zondag. Zeker. Ik ben eigenlijk op zoek naar een laarsje dat past onder deze broek. Ja. En u houdt van hoge hakken? Ja, heel graag. Ja. Tonen. Nummer 1 vind ik zelf, dus dit seizoen. Boots. Heel mooi van hak, heel recht, heel mooi hoog en heel aangenaam in dragen. Ik heb vergelijkend met deze nog een andere in Suède. Heel mooi afgewerkt van het merk Tod's. Zijn het eigenlijk vooral enkel laarsjes deze winter of kan er veel eigenlijk? Er kan heel veel. Dit is eigenlijk het meest modische, vind ik zelf. U kan ook sportiever gaan, dan moet u daar. Maar dit op een kleedje met een opaque kous vind ik ook heel mooi, hè? Dit vind ik ook heel mooi, dat kleine accentje. Ja, super. Mevrouw, heeft u toevallig ook nog een handtasje dat ik hierbij kan combineren? Ik heb een hele leuke pochette, heel nieuw. Ik kan u als pochet voor de avond gebruiken. En de flosje komt terug. Ja, ja. Ofwel gaat u meer voor het schoudertasje. Dat is eigenlijk weer helemaal on a me, ja.
echt, ziet u het? Het plaatje klopt toch eigenlijk? Ja, heel mooi. Moet ik eigenlijk kiezen tussen de vier paarden die ik heb aangehad? Want ze zitten allemaal even goed en ze zijn eigenlijk voor mij allemaal... moet u niet kiezen. Nee, allemaal. Het zou wel veel zijn. Ik denk niet dat mijn man dat oké zou vinden. Maar ach. Lot of bling bling. Ja, dat is op de juiste plaats, ja, hè? En eigenlijk houdt daar ook wel een beetje van. Hier schittert zoveel, hier is zoveel moois. Ja. Dat daar bijvoorbeeld, ik vind dat ontzettend. Ik ben heel erg geïntrigeerd door die kleuren. Ja, dat is een beetje een trend toch wel, hoor. Dat roosgoud is toch iets wat wel op ontkomen is. Veel van de Italiaanse merken overgekomen. En Gigi Italia is nu eenmaal echt een Italiaans merk, hè. Dus zullen we eens iets laten passen? Ja, graag. Ja? En is het nog altijd de bedoeling dat je zo je halve arm volhangt? Ja, zoveel mogelijk. Ja? Ja. Ja. Oké. De slavenarmbanden van Gigi Italia, waar ze bekend om geworden zijn. Super, hè? Is het nu zilver of echt goud? Of dit is eigenlijk, het is niet echt goud. Dus het is allemaal in onze stylewinkel hier betaalbaar. Dus dat wil zeggen, ook alles is zilver of in staal. Dit is nu bijvoorbeeld zilver, waar dan een laagje goud over gezet is. Zeg, en geven vrouwen nog wat veel te veel geld uit aan juwelen? Of zoals, zijn ze al... Zoals gewoon. Zoals steeds? Ja, zoals steeds. Zijn mannen niet al even erg? Het begint ook wel een trend te worden bij mannen ook, dat ze toch wel graag eens een duurdere uurwerk kopen of graag een keer een duurder armband of een ketting of zo, maar vrouwen toch nog over het algemeen. Maar we hebben veel meer keuze, hè? Het is dat, hè? En oorbellen en een ring en nog iets rond je hals, zelf iets rond je enkel. Klopt er als ik denk dat het de meer commerciële kant is? Ja, toch wel. Dus we hebben onze winkel opgesplitst in twee delen. Eigenlijk deze kant is dan de winkel met de commerciëlere fashionmerken, ja? Die ook wel betaalbaarder zijn. En de andere kant van de winkel is dan, bevat dan vooral de duurdere, de luxe merken. Die winkel gaan we ook verbouwen binnenkort, zodat we ons aanbod daarin nog wat kunnen uitbreiden. En nog uitbreiden? Nog ik weet hier al niet waar te starten, zoveel keuze. Hier zo twee mannen, alle twee een pintje bier in de handen, naar de koers kijken. Moeten jullie niet gaan shoppen? De winkels zijn open. Geen geld. Geen geld? Ook geen geld. Heb je niks meegekregen van die vrouwen? Nee, helaas. Of ook geen vrouw? Ik niet, nee. Valt dat tegen, maar hier zijn schoonmadammen, hè? Ja, maar ik ben getrouwd. Die tien blonde babes. Nu ga je mij niet vertellen dat je ook niet een beetje voor hen bent gekomen. Eigenlijk niet. Nee? Louter voor de drank. En hier nog van die levensgenieters in zijn truiden, allemaal een biertje. Mannen, dit is toch een topzondag voor jullie? Voor ons wel, ja. Dat... Wat is hier zo plezant aan? We mogen eens weg zonder onze vrouwen. We mogen eens weg, zit je zo streng thuis. Toch eerlijk, hè? Dat is heel eerlijk. Maar waarom hebben jullie die vrouwen niet meegebracht? De winkels zijn open. Die lopen hier rond, die zijn in het shoppen. Ah, toch? Ja, of koffie drinken. Maar je hebt die van u thuis gelaten? Nee, die is ook ergens shoppen, dus... Bankkaart meegegeven. Maar kijk, dat is nu de bedoeling denk ik van deze dag. Nu, ik dacht dat het ook de bedoeling was dat de mannen een beetje moesten gaan shoppen. Maar dat doe jij misschien niet graag? Jawel, toch. Maar nu vandaag niet. Dus naar het schijnt kom jij hier voor al die schoonmadammen? Tuurlijk. Absoluut. En voor de biertjes. En voor de biertjes. En maar, uw madame had je eigenlijk dus liever thuis gelaten? Liever thuis gebleven. En dat ze gewoon gaan winkelen, want ik word serieus gecontroleerd. Maar als je nu slim bent, dan zegt je, schatje, hier is mijn bankkaart. Ga jij goed shoppen? Dan kan zij, maar dan moet je niet kwaad zijn als ze te veel geld opmaakt. Hè. Dan kan jij wat pintjes drinken, kan jij naar de koers kijken, gezellig naar die schone madame kijken. Is dat geen schone deal? Juist, inderdaad, maar... Mevrouw! Mijn krediet is al helemaal op. Je krediet is op? Nee, want jij kunt nog pintjes trakteren. Heb je ook al veel mannen gezien met een shoppingbag? Want het is ook de bedoeling dat ze een beetje gaan winkelen. Of blijven ze vooral bij jullie plakken? Ik heb geen enkele shoppingbag gezien bij de mannen. Nee. Dus dat is eigenlijk te danken aan jullie succes, hè? Ja, dus die vrouwen zullen dan toch, hè? Zijn lekker shoppen en de mannen hier. Ik weet dat eigenlijk nog maar net. Dus alle winkels zijn hier open. Ja, voor de mannen eigenlijk. En die staan hier dus gewoon bij jou. Oké. Ik dacht, ze laten de winkels open voor die vrouwen en de mannen ondertussen hier... Dat kan ook natuurlijk, dan heb je de twee, maar het is ook de bedoeling dat de mannen een beetje gaan shoppen. Ja. Maar ik zie ze allemaal hier bij jullie staan. Ja, maar ze hebben dat hier ook te gezellig gemaakt, hè? Ja. Inge, wat doe je dat goed?
Ja, mijn broer heeft een café, dus ik heb wel eens kunnen oefenen. Is dat echt? Ja, dat is echt. En de spintjes, dat lust jij wel? Ja, ik heb ook in het presidium gezeten, dus dat was een must eigenlijk van bier te drinken. En af en toe smaakt dat wel eens. En dat waren dan echte pinten of zo van die mazoetjes? Nee, geen wijvendrankjes. Nee. Ook in een trippel, hè. Geen kriksje, hè. Dat is belachelijk. Zeg, wijven zien we hier niet vandaag? Alle weinig, hè. Het is mijn city day. Ja. Vallen de mannen van Limburg een beetje mee? Ik heb altijd wel van Limburg gehouden. Ik ben ook getrouwd met een Limburger, dus ik kan ook niks anders zeggen. Nee, maar het is sowieso altijd fijn om naar Limburg te komen, omdat mensen altijd, ik weet niet hoe het komt, maar toch net iets sympathieker zijn. Daksters is het hier weer aan het uitleggen. Hè? Ja, ik zeg, ze zijn mij juist aan het filmen, maar het valt is op, wel op. Hè. Dus dat was hier zo... Voordat je commentaar krijgt, of wat? Ja, want ik kan dat wel. Hè. Ik heb vroeger in een discotheek gewerkt en dat was altijd pintjes stappen. Hè. Maar zie, kijk, ik ga ze ineens ook even geven. Hè. Dat was voor u, hè? Ja. Tanja, jij bent gewoon nog nuchter. Maar ik krijg de kans niet. Dat is hier gewoon super druk. Nee, ik weet niet of het bier is of dat met mij iets te maken heeft. Heb je het al geproefd? Nee, echt nog niet. Ik ben hier. Hier staan mijn kriksjes. Voilà, kijk. Dus dat ben ik aan het drinken. Mm, is dat lekker? Ja, absoluut. Ja, ik heb al verschillende dingen geproefd, maar ik kan dat niet blijven volgen. Het is lekker. Het is 8%. Mm. Hey, zoveel mannen. Vragen ze alleen bier of willen ze ook wel andere dingen? Bier en foto's. Oh. En handtekeningen op speciale plaatsen. Maar je hebt nog geen zoenen moeten uitdelen? Jawel, eentje gevraagd voor een vrijgezel. Maar het probleem is, als je zoveel mannen ziet en je begint daarmee, dan stop je niet meer. Dus ik heb dat vriendelijk afgewezen. Dus je hebt gezegd, no way, je krijgt dat niet. Nee, want dan ben ik vertrokken. Anders met veel plezier. Allee, niet zoveel plezier, want mijn vriend die kijkt misschien ook. Zeg, je hebt hem niet meegebracht, want de winkels zijn open in Sint-Truiden, hè? Mijn man zit in de mode, dus het zou wel interessant zijn, maar ik denk dat er te veel mannen zijn hier. Is het waar? En hij vertrouwt dat zo, jou hier loslaten tussen die duizenden Limburgers? Ik ben een braaf meisje. Ik ben een heel braaf meisje. En daar durf ik zelfs niet bij lachen. Het is wat anders, hè, shoppen op zondag in Sint-Truiden. Ja. Het is een keer eens fijn zo, nu met mijn city day. Shoppen de mannen eigenlijk? Komen ze binnen en zeggen ze van, haal maar van alles uit? Of hebben ze een bepaald budget op voorhand? Er zijn mannen die echt wel zeggen van, ik heb net dat stuk of dat stuk nodig. Die gaan dan ook echt voor dat stuk. En dan zijn er mannen die af en toe zeggen van, kijk, ik neem een hemd extra mee bij die broek, omdat ik vind die broek wel mooi, maar ik wil dat hemd daar ook op, ik vind dat ook leuk. Het kan zijn dat ze dat dan ook nog eens meenemen. Wat zijn de trends voor dit najaar? Wel, als je hier kunt zien, al een eerste ding wat direct opvalt, kleur. Ja, voor veel. De mannen. En dan de broek ook bijvoorbeeld, ook eens een keer in een kleur eigenlijk. Ja, dat moet je durven eigenlijk. Ja, hè, ja, het is weer eens iets anders zo. Hè. Vroeger waren het alleen de Nederlanders die dat durfden. Ja, inderdaad. Maar nu durven wij het ook. En een man die shopt op zondag. Ja, leuk hè. Dat is wel anders. Inderdaad, dat is plezant. Handig. Ze zeggen nog altijd dat vrouwen overdrijven en veel te veel geld uitgeven aan kleren. Hoe zit dat met jou? Want mannen kunnen er ook wat van. Ja, ik denk dat mijn vrouw daar toch wel de kroon in spant. Toch? Ja. De schouders zitten al heel mooi. Ik denk dat de mouwen nog een beetje langer mogen en de broek moet een klein beetje korter. Maar voor de rest zit het eigenlijk vrij goed al. Ik hoorde al over 10 minuten dus dat klonken. Ga je dan ook een pintje drinken op de markt? Ja. Is dat voor de babes of omdat je graag bier lust? Ja, voor de babes vooral en dan natuurlijk. Zo eerlijk, hè? Zo schoon. Zeg veel pasgenot en tot ziens. Maar dit zijn allemaal zo'n keukenspullen, dingen die we kunnen gebruiken. Zijn dat dan ook vooral vrouwen die hier zijn? Wel, dat was vroeger. Maar daar is toch wel een nieuwe tendens. En ook de mannen die zijn stilaan meer en meer hobbykok aan het worden. En is het koken van een sleur een hobby aan het worden in feite. Amai. En we hebben op die tendens goed ingepikt. Staat u zelf achter de potten? Nee. Nooit? Nooit. Hoe komt het? Och, ik zet mij liever aan tafel. Merk je ook zo dat de man een beetje meer de macho wil uithangen in de keuken? Ja, ik denk het wel. Waar de huisvrouw vroeger met een heel klein patattenmesje, schilmesje aan het werk was, moeten dus mannen zwaaien met dit soort gevaarlijke dingen, inderdaad. Is dat ook een beetje om indruk te maken? Ik denk toch ook inderdaad dat we een klein beetje
show, hè. Show bij je hoort. Natuurlijk, koken is ook voor een gedeelte show. Hè. Maar eigenlijk is dat wel duur, best, denk ik, een goed mes. Wanneer je naar een echt kwaliteitsmes gaat, dan gaat het jaren mee in feite. Ja? En dan is dat op termijn in feite toch een heel goede investering, hoor. Dat is waar. Ja. Als die man elke dag in zijn keuken staat, voilà. Dat kost ongeveer 10 cent per dag. Voilà. Dan heb je het snel teruggevonden. Inderdaad. Jos, stel dat ik mijn man iets wil kopen voor de kerstperiode. Echt een topproduct, een hebben ding. Waar kan ik hem een plezier mee doen? Wat is het meest populaire? Wel, op dit ogenblik het meest populaire, ja? Dat zijn de gietijzeren kookpotten. Gaan we eens kijken. De kookpotten van op grootmoeders wijze, om het zo te zeggen, is terug een echte topper geworden. En bestaat nu ook in heel veel varianten. Waar je vroeger maar gewoon één gietijzeren kookpot had, zijn er inderdaad deze mini-versies die je dan ook op tafel kan zetten. Dat is wel mooi. En die toch wel inderdaad een heel speciale sfeer geven. Ja, kleine stoofpotjes eigenlijk. Inderdaad. Wat is jouw lievelingsgerecht eigenlijk? Oh, met dat er zijn er veel. Oh, is dat? Ja, inderdaad. Wat een mooie naaiwerkwinkel heeft hij. Dankjewel. Help. Het is een groot. Hoe lang bestaat hij al? Sinds 1847. Dat zie je, hè? Dat heeft zo zijn charme zal daar. Heeft ook nog de oude inrichting. Wat opvalt is natuurlijk, het is Man City Day, maar mannen zie ik hier niet veel lopen. Nee, absoluut niet. En degenen die binnenkomen voelen zich helemaal niet op hun gemak. Is dat zo? Dat is echt waar zo, ja. Maar ik kan niet geloven dat mannen daar niet mee bezig zijn. Waarom zou een man niet breien of naaien? Dat weet ik niet, want degenen die het doen, zijn daar eigenlijk zeer goed in. Omdat breien soms iets zeer technisch kan zijn. Ja. En ik heb heel veel klanten die bijvoorbeeld een trui willen breien en waar die ze dan aan een man geven en die moet dat uittellen. Hoeveel moet ik opzetten en hoeveel. Oh ja. En die mannen die kunnen dat op wiskundig vlak blijkbaar beter. Maar ik heb er niet veel die het effectief zelf doen. Nee. Het gaat heel veel terug naar de jeugd. Oh. Jongere dames beginnen echt terug heel veel ook te haken, te breien. Haken vooral en stikken, terug naaien. Iedereen koopt terug een stikmachine en begint helemaal terug. We geven dan ook zo een naailes voor dummies eigenlijk, ja. Omdat je niks weet. Ja, en één les namiddag en dan heb je toch een schortje af of zo. Dat is echt wel iedereen is altijd heel blij. Dat geeft zo een zeer weldaan gevoel als je zelf zoiets gemaakt hebt. En dat is heel fel terug in. En vandaag hebben we ook een haakles en die is bezig op dit moment. Mag eens gaan zien? Hier. Onze haakles aan de gang. Dag dames. Goedemiddag. Hoe gaat dat zo? Goed. 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 Heel ontspannen. Ja. En hoe lang zijn jullie al bezig? Nu vandaag nog niet zo lang, maar wij doen dat eigenlijk al een heel tijdje. Is het waar? Ja. Zeg, hebben jullie jullie mannen thuis gelaten of staan die op de Grote Markt pintjes te drinken? Denk het wel, ja. Ja? Inderdaad. Was dat de deal vandaag op zondag? Ja. Jullie mogen haken en wij gaan pintjes drinken. Stay up all night. Je hebt wel de leukste job van je leven, zeker? Ja, dat zeggen ze toch, ja. Oh. Ik vind het zelf ook. Als ik hier binnenkom en ik ruik die geuren al, denk ik van man, dit zou ik eigenlijk ook nog wel willen of kunnen doen. Voor ons is die geur al weg, dus al is die waar? Jaren. Ja, wij ruiken het niet meer. Nu, ik ben een van de dames die het meest plezier doet met een super boeketje bloemen. Heb je het gevoel dat dat nog altijd leeft ook bij de andere vrouwen? Ja, zeker. En bij de mans ook, hè. Dus ja, allebei. Dus. Ze komen alle twee graag binnen in de winkel. Ja. Overal zelfs, voor iets uit te kiezen. Nu, er is een verschil tussen hoe vrouwen naar bouquets kijken en hoe dat mannen dat doen. Wat vragen mannen nogal als ze binnenkomen? Liefst zo groot mogelijk. Zo groot mogelijk? Ja. Omdat ze denken, dat maakt het meest indruk mee. Liefst zo groot mogelijk. En dan hebben we het over zo'n bouquet. Ja, zeker. En mag dat wat kosten bij de mannen tegenwoordig? Ja. Wat is zo'n doorsnee? 50 euro willen ze daaraan geven? Dat is geen probleem. Allee, jong. Dat is echt veel, hè? Ja. Je moet mensen één ding uitleggen, dat is iets dat ik niet snap. Hè. Als zo de feestdagen eraan komen, of zeker Valentijn, hè, en alle mannen willen dan scoren met mooie rozen. Waarom kosten die rozen dan juist in die week altijd veel duurder dan door het jaar? Ja, het hangt er af hoe het aanbod zit. Als er weinig aanbod is en veel vraag, dan drijft de prijs omhoog. Weet je wat dan eigenlijk de kunst is, denk ik? Dat je gewoon als man je vrouw elke week
moet verrassen met een boeketje. Ja, ik heb zo klanten ook die zo redeneren. Ja? Er is één dame die ik vandaag plezier wil doen met een schoolboeketje. Ja? Dat is een van de blonde babes die een kindje verwacht. Oh. Waar zou ik haar een plezier mee kunnen doen? Met een boeket. Vanuitgaand dat het een meisje wordt, ja. Dat weten we natuurlijk niet. Hè? Ja, een blauw boeket staat er nog niet. Helaas niet, heel schoon. Dankjewel. Graag gedaan. En die geuren alleen al. Hè. Ja. Oh, zalig. Hey, merci. Ze zal heel blij zijn hoor. Oké. Okay. Dag. Dag. Speciaal voor de mama in spe. Grietje. Proficiat, meid. Jij bent zwanger. Ja, dat klopt, ja. En ik dacht een mooi bloemetje. Dank je, dat is heel mooi. Het is trouwens mijn lievelingskleuren. Hoe weet je dat? Ja, wij gokken op een meisje, maar dat kunnen we nog niet weten, want het is toch heel jong eigenlijk. Ik denk het eigenlijk ook. Ik heb een heel licht bruin vermoeden dat het een meisje gaat zijn, ja. Zeg, jij kan dus niet drinken hier? Nee, heel jammer. Ja? Ja. Is dat de moeilijkste opdracht, niet drinken? Dat is al de afgelopen 3 maanden de moeilijkste opdracht. Ja. Zeg, wat vind je van het initiatief hier? Is veel volk eigenlijk. Ja, super. Ik was juist met die mannen aan het bespreken van wat vinden jullie er eigenlijk van? En die vonden het ook heel leuk. En het is plezant, hè? Bier, mannen, wielrennen. Wat moet dat mannen? Bier, mannen en mooie babes. Ik denk dat jullie er voor een heel groot deel tussen zitten met succes, de opkomst. Denk je? Ja, denken. Ik ben daar wel heel erg zeker van. Ah, wel ja, leuk. Doen ze geen vieze voorstellen of hebben ze zoiets van, ah nee, die van Hees, die is zwanger. Dan gaan we braaf bij blijven. Ja, dat het zoiets is, ja. De meesten zeggen heel netjes, gefeliciteerd. Maar dat was het dan ook. Nog geen voorstellen gehad. Jammer genoeg. En je voelt je fit en zo mottig. Je bent niet mottig en je wil niet gaan slapen. Oh, Annemie breekt mijn mond niet open. Ik ben zo mottig als de nacht. Van 's morgens tot 's avonds. Ja, echt wel. Dus jij telt de seconden en de minuten af dat je straks op je zeteltje kan kruipen? Nee, niet echt. Want zolang dat ik blijf eten, is het goed. Dus ik heb al een wafel binnen, een broodje binnen. Van alles. Ik was juist aan de mannen aan het voorstellen om hier een kaasstand volgend jaar te doen. Top, hè? Super, dat is gewoon geweldig. Zeg, als ik je niet meer zie, een goede bevalling. Het zal nog wel even duren, maar dat is over een half jaar. Maar ja, you never know, hè. Doet dat goed, hè? Ja, wel goed. Sava, ik zal nu denken terwijl. Sava. Bye-bye, hè. Bye.